FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Hoijmans van der Meer. Naar de kant met nummer 3, Robert van Boksel. En nieuw in de ploeg met nummer 7, Tom Broekhuizen. Voor de goal! Ja, goed, Mike.
komt op 1-1. Geweldig doelpunt van Cirilio Seetje. Ja, zo is afgelopen. Lisse heel blij met het punt. RVVA teleurgesteld, maar RVVA debuteren met 4 punten in de eerste 2 wedstrijden. Is een knappe prestatie. Cirilio Seintje, de man die FC Lisse op 1-1 bracht in de wedstrijd tegen RVVA. Cirilio, kun je even beschrijven hoe jouw doelpunt ging? Ik kreeg een lange bal en Rick kopte hem door. En ik dacht niet na en ik maakte een omhaal-achtige beweging en daar ging het mooi in. Heb je wel eens vaker zo'n mooi doelpunt gemaakt? Nee, niet zo mooi. Ja, het was wel lekker, want dit was een hele moeilijke tegenstander. Ja, het was echt een hele lastige wedstrijd, zoals jullie hebben gezien. Verdedigende intentie hadden ze alleen maar inzakken met 5 verdedigers. En als het even kon, dan gingen ze op de aanval. En één keer is dat goed uitgepakt. En dat was lastig voor ons. En het gaat prima met jou bij FC Lisse tot op heden? Ik voel me goed hier, dus ik heb niks op aan te merken hier. En ik ben tevreden, ja. Nou, volgende week succes tegen Scheveningen. Ja, dank u wel. Arjo van der Laan, trainer van FC Lisse, na de 1-1 tegen RVVA. Uiteindelijk toch wel heel blij met dat ene punt? Ja, zeker. Zeker omdat we tot hun 1-0 zelf niks creëren. Maar je wordt natuurlijk wel vreselijk uitgedaagd door een tegenstander die enorm behoudend speelt. Hè. Hun spelconcept, dat wisten we ook van tevoren met een paar levensgevaarlijke spitsen. En ik vind het jammer dat we die spitsen iets te veel mogelijkheden hebben gegeven en ruimtes om ook kansen te creëren. Goed, zelf waren we daarin niet secuur genoeg om tot 1 kans te komen voor de 1-0. En hoe moeilijk is het om geduldig te blijven voetballen? Als je de spelers bij ons een beetje kent, dan is dat voor hun heel moeilijk. De meeste andere ploegen denk ik dat je daarin meer ruimte hebt om wel daarin in je kracht te spelen. Maar nu moeten sommige spelers wat tegen hun natuur spelen en dan is het misschien soms wat verkrampt. Aan de andere kant denk ik wel dat we er meer uit kunnen halen als we nog een keer tegen zo'n tegenstander treffen in zo'n systeem. Want daar is nog zeker wel heel veel ruimte voor verbetering. Ja, uiteindelijk ben je een nieuwe trainer, je hebt wat nieuwe spelers. Het team moet nog steeds groeien. Ja, maar dat groeiproces dat gaat het hele jaar door. Maar die punten worden gelijk vanaf het begin af aan bespeeld. En dan ben ik wel blij dat we in ieder geval van die 0 af zijn. Ja, en als je dan zo doelpunt ziet van Cirilio Seintje, geniet je dan nog als ex-voetballer? Ja, ik ben blij voor de mensen dat als je in een wedstrijd naar een wedstrijd toe gaat die zo weinig spektakel oplevert. Dan ben ik wel blij voor de mensen die gewoon zijn blijven zitten dat ze toch nog wel zo'n goal kunnen meepikken. Want dat zijn natuurlijk wel de juweeltjes. Ja, en dan komen we nog de bekerwedstrijd tegen Halster, het restant, niet onbelangrijk voor FC Lisse. Ik denk het ook. Ik bedoel, dat geeft ons weer een wedstrijd om weer beter te worden. En ook om ons in de beker weer verder een stap vooruit te maken. En we weten ook wat daarna de mogelijkheden zijn in de volgende ronde. En we zullen eerst Halster enorm serieus moeten nemen. Want ik denk dat Halster ook heeft laten zien in die 35 minuten dat het een hele behoorlijke ploeg is. Die met ook mogelijkheden. Maar voor ons liggen er zeker ook weer, denk ik, mogelijkheden om de andere kant op hun aan te pakken. FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Hoijmans van der Meer.